Staying Alive uit Saturday Night Fever werd een lijflied van de late jaren 70. Over, ook toen al, verwarring. Over een wereld die zo hard is dat je niet veel meer kunt doen dan staying alive. Blijven leven. En een uitvlucht zoeken in muziek, kleding, dans. Een escape. Dat klinkt heel anders dan de vroege jaren 70, toen de jeugdcultuur een en al hoop was. Een tegencultuur van spontaniteit en naakt en eerlijk zijn. Dat zou geluk brengen. Niet door een escape uit onze wereld, maar juist midden in die wereld. Kijk goed en u ziet tussen alles door wat er met dat geloof gebeurde. This is about all of us. I love you, people. I had a dream last night. What a lovely dream it was. Hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. We wonen in het dichtstbevolkte land van Europa. 13 miljoen inwoners die wonen in bijna 3,5 miljoen woningen. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Ik woonde in een typisch jaren 70 huis, compleet met schrootjesplafond en bruine en donkergroene tegels op de vloer. We hadden oranje, paarse en bruine muren met visnetten, felgekleurde, gemacramede objecten en natuurlijk een letterbak. Mijn ouders gingen scheiden. Dat kwam toen in de mode. Mijn vader ging in een studentenflat wonen tussen allemaal biologisch dynamische types. Als ik daar in het weekend heen ging, dan kreeg ik vooral heel veel zemelen, zilvervliesrijst, gierst en allerlei varianten sesampasta te eten. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. People in every weather. We the people here don't know. Mollywood.
In 1974 kreeg ik mijn eerste baan als leraar. Anti-autoritair onderwijs was helemaal in. En inspraak bepaalde volledig de gang van zaken op school. We vergaderden vaak tot diep in de nacht over van alles en nog wat. Zelfs het gebruik van plastic bekertjes tijdens het kerstfeest zorgde voor een urenlange discussie. Bij mij ook niet hoor, dan zeg ik daar heb je de crash voor, doe dat maar op de crash. Ik erger me rot als ik alsmaar achter die kinderen hun kont hier loop te dweilen en op te ruimen, ja. En dan zeg ik er ook wat van. Ja, we zongen hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. We waren enorm tegen de dictatuur in Chili, mijn vader en ik. Ik was 8 en kreeg na afloop een ijsje. Nou, wij willen dus de oplossing van de onderdrukking van de vrouw. Ja? We vinden namelijk dat nog steeds de vrouw onderdrukt wordt. Waarom doet u dit, Ivo? Nou, we moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn en dat wij ook goede toiletten willen voor vrouwen en gratis. En in een café kan je ook niet naar een toilet, want daar hoor je niet in te gaan. Volgens de huidige geldhoefende manier. Je kan er gewoon een café mee lopen. Ja, natuurlijk wel. Ja, dan word je met grote ogen aangekeken, zo van wat doe je hier? En dan moet je eerst een kopje koffie nemen of een pilsje. En ondertussen moet je steeds harder. Nou, dan kan het soms al te laat zijn. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. We zitten midden in de problemen. Verkeer. Milieu. Huisvesting. Vorming en onderwijs. Ontwikkelingshulp. Problemen die je als je jong bent anders benadert. Die je anders wilt oplossen. Vaak gaat het je niet snel genoeg. Je kan je soms zo machteloos voelen. Je kan je afsluiten en zeggen of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt. Het is toch allemaal hetzelfde. Je kan gaan demonstreren en voor jezelf het idee hebben tenminste iets te doen. Je kan ook nog op een andere manier je standpunt kenbaar maken. Je hebt de oplossing in de hand. Ga stemmen. Laat je stem niet verloren gaan. 18 tot 25-jarigen, 1,5 miljoen kiezers, zijn goed voor 25 van de 150 zetels. Geef stem aan je mening. Stem. Mijn vader haatte politiek en was allergisch voor alles wat links was. Den Uyl en Van Agt waren fout, maar Wiegel was goed. U weet, VVD'ers en socialisten zijn het bijna nooit eens. Toch heb ik de indruk dat Den Uyl deze vergadering meer in de hand heeft dan hij zijn eigen congres in de hand had. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Als 1 miljoen automobilisten elke dag 100 km per uur rijden in plaats van 130, dan besparen ze met z'n allen 1 miljoen liter benzine per dag. Ook al vinden we in Nederland nog aardgas, in de Noordzee olie en bij de Noordpool nog meer, dan nog moeten we bedenken dat de energie die we eenmaal uit de aarde halen er niet meer in zit. Laten we daarom verstandig omspringen met wat hebben. Verstandig. Met energie. De energiecrisis waarmee we van doen hebben, is wereldwijd. Half oktober besloten de meeste olieproducerende landen in het Midden-Oosten de productie te verminderen. Die feitelijke vermindering bedraagt nu ongeveer 25%. Eind oktober werd een speciale boycott tegen Nederland afgekondigd. Nu krijgt ons land te maken met een extra beperking van de olieaanvoer die daaruit kan voortvloeien.
We zaten met z'n allen op de bank, aten een bakje Cornuco chips en dronken een Sputnik, een misselijk makende mix van Exota limonade, suiker en koffiemelk. Q&Q was waanzinnig spannend, maar tegelijk ook wel een beetje eng. De Heer Jezus, dat is een meneer die in de hemel zit. Jezus is een god, maar dan een echte. Niet zoals Wodan en beeldjes. Ik heb twee hele grote ballen die mij altijd de broek uitvallen. Ja, en dan heeft hij... Naar de stratenmaker op zeeshow van de VARA mocht ik, vanwege het vloeken, niet kijken. Ik ben geil. Maar daar schrijft deze jongeman met een lange ei. In plaats van met EI. Is niet goed. Nee, dat is fout, hoor. En al die vieze woorden. Als kutlulneuk. Ik zou dat toch nooit durven zeggen, kutlul neuken, nooit. Nee. Hoe komen ze aan die woorden? Ik weet het niet, hoor. Misschien van de televisie? Ja. Nog in de eerste helft leidt de Nederlandse aanval tot een kopbal van Johnny Rep en het eerste en enige doelpunt. Huishoudloon en extra snipperdagen. Ze zegt dat ze voor moederdag een cao zal vragen. Het zal je ja maar wezen, nou. Het zal je ja maar wezen, het jaar van de vrouw. O Mieze, Lieze, Treze, wat maak je me nou? Het zal je ja maar wezen, het jaar van de vrouw. Honger. Ik heb ook wat trek, ja. Mogen die jongens hier blijven eten? We zijn met z'n zessen. Oh, best hoor. Ja, als jullie zelf maar koken, hè? Hey, Tropica, dat mag niet, dat is een eigen naam. Nee, geen flauwekul. Mijn moeder ging anders koken en zette opeens Saroma-pudding op tafel in plaats van karnemelkse pitjespap. Appelmoes werd niet meer zelf gemaakt en ook soep kwam steeds vaker uit een pakje. Behalve dan op zondag. Ik heb voor jullie ook wat gemaakt. Het is lekker. Ja, best goed. Dankjewel. Tropica nasi goreng. Ook voor onverwachte gasten. I'll never drink again. Eigenlijk rookte iedereen. Mijn moeder Pall Mall en vader twee pakjes Montano zonder per dag. Gedronken werd er ook. Geen bier, maar wel sherry, vermoed en gedistilleerd. Want dat was een teken van welvaart. Mijn ouders hadden namelijk de oorlog meegemaakt en hadden dus wat in te halen. Wij zijn hier verenigd in verzet, in protest tegen het voortduren van een regime dat het recht met voeten treedt. Als naast de deur het vuurpeloton aantreedt, moeten die schoten ons uit de slaap houden. Dan is het verraad om aan het strand van welke Costa Brava dan ook te gaan liggen in de zon en oog te sluiten. In het ziekenhuispakket. Gooi van af in de vracht. Voor de abortuswet? Alsjeblieft, dat hoeven wij niet. Ik vind het een verschrikking. Ik ben er heel erg tegen. En stel dat er dan voorbehoedmiddelen falen in zo'n geval? Nou, dan moet je zorgen dat het niet faalt. Natuurlijk de idioot zijn dat als je iedere keer dat je in verwachting was... maar ja, dacht van, nou, wat kan mij het schelen? Hup, nee, vooruit dat maar aborteren. Dat is beslist de bedoeling niet. De bedoeling is om het zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Maar mocht het nou zijn dat het echt nodig dat is dat je zegt van... nou, gelukkig, nou heb ik een plaats waar ik naartoe kan. Er is uitkomst. Er is uitkomst. In de Bloemenhoven Kliniek, u hebt het in de periodieken kunnen lezen, hanteert men de zogenaamde methode Finks. Dat wil zeggen, terwijl de patiënte onder narcose is, wordt de vrucht in delen met instrumenten verwijderd, waarbij het hoofd wordt stuk gekraakt. De vergadering wordt hervat. Het
Het woord is aan de minister-president. Op twee zenders zelfs. Beide zenders. Ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de zes ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. Fons en ik hebben er behoefte aan even je te zeggen dat de verklaring die jij zo even hebt afgelegd, dat wij die waardig en zelfs indrukwekkend hebben gevonden. Alors, dat wil men even kwijt. Het gaat je goed. Dag Joop. We hebben het gehad. Allemaal zeer bedankt voor de betoonde belangstelling. En wie een goed geweten heeft, die slaapt extra lekker. Toen die kapingen bij De Punt en in Bovensmilde plaatsvonden, zat ik zelf ook op de lagere school. En stiekem had ik de hoop dat ook onze school bezet zou worden. Gijzeling van schoolkinderen in Bovensmilde vormen voor Den Uyl en Van Agt de zevende en achtste terreuractie in hun gezamenlijke regeerperiode. Het is niet toevallig dat die twee dagen voor de verkiezingen gebeurt, denk ik. Het lijkt mij sterk dat dat toevallig zou zijn. Nou ooit bedreigd geweest door de Molukkers? Nee, niet echt. Hoe bedoel je niet echt? Nou, wel eens een keer van de Oost-Hollanders kreeg je een trap, maar niet van een geweer op je gericht. Als ze gingen schieten, plat, zeiden ze dan. Nou, dan moesten we gaan liggen op de grond. Als straks nou de school weer open is, ga je er dan weer heen? Niet naar deze school. Krijgen ze me niet meer in. Waarom niet? Nou, stel je voor dat het nog eens een keer gebeurt. En dan zit je er weer mee. Nee, ik ga er niet meer heen. In de industrie gaan steeds meer arbeidsplaatsen verloren. Vooral ook als gevolg van de snel toenemende automatisering. De vinding om tienduizenden schakelingen bijeen te brengen op een plaatje van een paar millimeter, de chip genoemd, zal de computer goedkoper maken en de automatisering bevorderen. De vakbonden spraken in september over de chip als de baantjesdoder en stelden er een automatiseringsbelasting voor. Een huis huren was duur en er stonden zoveel woningen leeg dat kraken heel gewoon was. In de strenge winter van 1978 heb ik met een vriend een huis gekraakt. We sliepen onder onze grote leren motorjassen. In het begin was kraken avontuurlijk, maar de sfeer werd wel steeds grimmiger. Ik begon een BH te dragen en mode werd steeds belangrijker voor me. Mijn haar kreeg een ander model en ik kocht echte merkkleding. Fever is het verhaal van de jongen die de hele week hard werkt, zes dagen in een verfwinkel slaapt en dan op zaterdagavond zich opdoft en zich voorbereidt om met zijn vrienden en met zijn vriendinnen te gaan dansen in de discotheek.
Punk, dat is een nieuwe tendens in de muziek. Gewoon dingen doen waar mensen van schrikken. Schokkende dingen doen. En moet je dan ook je ogen voor zwart maken dan? Ja, dat moet. Dat is, anders is het niet goed. Je moet echt je ogen zwart maken. Anders, dat is... dan hoor je het beter. Good night, children. Good night, Daddy. Good night, Elizabeth. Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.